Het is donderdag 30 oktober en dit is Goedemorgen Nederland. En verder, Philomena Bijlhout vertelt voor het eerst op tv over haar depressies na haar aftreding als staatssecretaris. Zij was staatssecretaris voor één dag totdat RTL met een foto kwam waaruit bleek dat ze lid was geweest van de Surinaamse volksmilitie, aanhanger van dictator Desi Bouterse ten tijde van de decembermoorden. Met als gevolg dat ze aftrad. Ze viel in het zwarte gat, kampte met zware depressies en speelde zelfs met zelfmoordpogingen. En dat allemaal beschrijft ze in haar boek Meer dan één dag. Uiteraard geschreven door Philomena Bijlhout. Hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, dit klinkt alsof je denkt van nou, ik had het allerliefst een heel ander boek geschreven dan wat ik nu geschreven heb. Nee, ik ben heel blij met het boek. En trouwens over de militie, ik had het altijd zelf verteld om daarmee te beginnen. En de zelfmoordpogingen, dat is twee keer waarvan één inderdaad het moment daar was. Nou, dat staat in het boek. Mm-hmm. Dat is niet iets dat ik de afgelopen maanden, als ik weer voorbij kwam, verteld heb. Maar het is wel inderdaad voorbij gekomen in mijn leven. Maar natuurlijk ook, hoe ga je dan verder? Precies, want en hoe daar, pak je de draad van je leven weer op? Dat is het en thema geweest het waar u echt de afgelopen jaren mee bezig bent geweest. Ja. Laten we heel even teruggaan om ons geheugen op te frissen. Naar het moment dat u moest aftreden. Ja. Ik heb inderdaad eenmaal deelgenomen aan een militair trainingsweekend. Ik wil het nieuwe kabinet absoluut niet belasten met deze kwestie. En ik heb daarom besloten mijn ontslag aan te bieden aan Hare Majesteit de Koningin. Ja, want u bent voor enkele uren staatssecretaris van Emancipatie en Gezinszaken geweest. Ja. In kabinet Balkenende 1. Dit was in 2002. Ja. Toen, net wat ik zei, die foto kwam aan het licht waarop u in legerkleding te zien zou zijn. En daar werd gesuggereerd dat u dan lid zou zijn geweest van die volksmilitie. Ben ik ook geweest. Ik heb er ook in gezeten. Ik heb er heel kort in gezeten. Ja, maar dat had u van tevoren niet verteld. En daarom heb ik wel verteld. Maar goed, het staat allemaal in het boek. En dat zijn inderdaad de mythen die nog steeds leven. Ja, want hoe is dan volgens u zelf gegaan? Er is nog een uniform van de militie. En voor mij is het eerste dat ik aan heb gehad een eigen spijkerbroek, een legerjasje, eigen t-shirt, een mutsje. Mm-hmm. Dat heb ik niet als zodanig ervaren. En voor mij is het uniform waar in parades gelopen werden, defilés, een uniform dat vaker in de pers verscheen. Dat was voor mij een echt uniform. Ja. Maar goed, het andere is natuurlijk ook wel een afgeleide geweest, maar emotioneel heb ik dat zo niet ervaren. Over emoties, want vanaf het moment dat u aftrad, ja. Wat was uw eerste reactie toen dat allemaal speelde? De volgende dag naar de Kamer, van oké, ik ga het vertellen en dan ga ik gewoon verder werken. Want naar eer en geweten, ik heb geen kwaad gedaan, ik heb, dat heb ik vaker gezegd, ik heb niemand bedreigd. En laten we wel wezen, als we zijn nu 6 jaar verder, als dat zo was, als er iets was geweest dat niet door de beugel kon, dan was er allang iemand opgestaan om dat te zeggen. Ja. En dat is nooit gebeurd, want het is ook niet zo. Maar mijn wens was natuurlijk gewoon weer een werkzaam leven. Precies, maar dat was uw wens, maar dat bleek niet zo makkelijk. Nee, nee. En ik denk dat de buitenwereld bij lange na niet in de gaten gehad heeft hoe moeilijk dat proces is geweest. Ja, want schets, de druk die er was, dat, hè? Precies. Nou, bijvoorbeeld ergens willen werken en iedere keer weer geconfronteerd worden met het feit dat er dan twee groepen zijn. De een die vindt van nee, hier kan ze niet werken om die en die reden niet, want ze is dat en ze is zus en ze is zo. En de andere groep die zegt van nee, er is niks aan de hand. Of jeugdzonde. Of ze moet weer een kans. En die me dus wel inderdaad wilde inzetten. En dan vervolgens geen enkele werkgever zit te wachten op spanning op de werkvloer. Dus dan ging het weer niet door. Dus waar heeft u zich dan de afgelopen jaren allemaal mee bezig gehouden? Heel veel. Ik heb van alles geprobeerd om eruit te komen. Ja. En toen het geld op was. Ja, u had 150.000 euro wachtgeld. Dat klinkt als een hele berg. Maar ja, zelfs dat was op een gegeven moment op. Ja, natuurlijk. Als je geen inkomen hebt en je, het vooruitzicht hebt dat je ook niet aan de bak kunt komen, mm-hmm, dan moet je investeren. En dan moet je allerlei dingen ondernemen.
Nu zei het al in het boek, beschrijft u ook, weet je, als u een koord zag, u heeft echt met het idee gespeeld van nou, ja, laat mij er maar tussenuit knijpen, dan heb ik niet veel rust en dan is het allemaal voorbij. Ja. Hoe kan het en wat is het dat u zelfs zo ver bent gegaan dat u tot dat soort ideeën kwam? Het vooruitzicht, hè, dat ik zelf geen geld verdiende en dat ik dus zou moeten aankloppen weer bij een instantie om hulp te vragen, dat was al drama. Dus heeft mijn familie mij ook gewoon verzorgd. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment kom je dan in een fase waarvan je weet dat je eigen verantwoordelijkheid moet nemen en dat je dus niet meer kunt en mag verwachten dat anderen je helpen en dat je het echt zelf moet doen, ongeacht wat het is. En dat is heel heftig om die kwetsbaarheid weer te tonen, om te moeten zeggen van ik heb hulp nodig. Ja. En alle kwetsbaarheid, nou die toont u nu, want u heeft alles opgeschreven in het boek. Ja. Ook als verwerkingsproces, maar wat heeft u nu uiteindelijk tot inzichten gebracht? Want u zit hier nu denk ik als een heel ander mens dan zoveel jaar geleden. Ja, ik heb mezelf teruggevonden. Ik durf weer mezelf te zijn naar buiten toe. Ik ben altijd een eerlijk mens geweest en die vanuit het hart aangestuurd dingen in het leven heeft gedaan. En die rode draad staat ook in het boek. De inzichten heb ik gekregen waar de keuzes die ik gemaakt heb in mijn leven, waar die vandaan gekomen zijn. En dat is heel fijn en heel dankbaar dat ik dat heb gekregen. Verder staat er ook in het boek, staan er hele concrete, echte verhalen uit het leven, uit mijn leven, van de kleine groep dierbaren om mij heen, die mij geholpen hebben. Mijn jongste zoon, die mij mevrouw Job noemde. Mam, jij bent mevrouw Job. Maar het komt echt goed, mam. En dan dat stukje, als je daar staat in de keuken en je moet koken en je weet niet hoe het verder moet en je hebt echt geen geld meer, dat zo'n kind een boekje meegenomen heeft van school, heel stiekem uit de leeskist, en het in mijn handen stopt en zegt, mam, ken jij het verhaal van Job? Hier, ik heb het voor je meegenomen, je moet lezen, hè? Maar het komt echt goed. Nou, dan breek je op zo'n moment. Maar ook weten dat je als moeder op een bepaald moment op moet houden om te verwachten of te accepteren van je kinderen dat ze je ondersteunen. Ja. Want je moet het echt zelf doen. En dat heb je gedaan. Ja. En we kunnen het allemaal lezen in je boek Meer dan één dag van Philomena Bijlhout. Dankjewel. Graag gedaan. Straks.